Hallo, welkom bij deze nieuwe Femme video waarin je vandaag ziet hoe je deze leuke DIY marbleschoenen kunt maken. Wat heb je nodig? Natuurlijk een paar witte sneakers, deze heb ik ooit bij Zeeman gekocht voor 2,50. Een fles scheerschuim, kleurstof, een mes of iets waar je iets mee kunt afschrapen, een rol schildersteep, satéprikkers en een bord bedekt met aluminiumfolie. Het eerste wat je doet is de veters uit je schoenen halen, want deze die willen we juist wit houden en niet meekleuren. Vervolgens plak je de zool af met de tape, zodat hier geen kleurstof op komt en dat deze ook mooi wit blijven. Als je de schoenen ingetaped hebt, is het tijd om het bord te vullen met de scheerschuim. Een heerlijk geluid en nog lekkerder de geur van dit scheerschuim. Je verspreidt het een beetje met je vingers, zodat overal scheerschuim zit en het mooi egaal is. En vervolgens voeg je een paar druppeltjes kleurstof van jouw favoriete kleur eraan toe. Vervolgens pak je de satéprikkers erbij en ga je lekker een beetje ronddraaien in de scheerschuim om de kleur mooi dat marble effect te geven. Als je tevreden bent met hoe de mix eruit ziet, pak je de schoen en doop je hem erin. Zorg dat je alle witte delen erin doopt, zodat je geen stukken mist. Dan het moment van de waarheid. Ik hou van dit moment. Je haalt met de achterkant van het mes, dus de niet scherpe kant, alle scheerschuim van de schoen weg en kijk naar het resultaat. Wauw! Vervolgens spoel je hem nog even af onder koud water en dan is het tijd om de tape weer te verwijderen en het eindresultaat te bekijken. En als de veters erin zitten, zijn ze klaar om gedragen te worden. En zo zijn je oude witte sneakers net even wat anders. En het kost bijna niks. Ga jij deze DIY nou zelf doen? Laat het me even weten via Instagram met de hashtag Femme of hashtag #eindenies. Ik zie heel graag jullie resultaat. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende Femme video.